Tevreden zijn met je lichaam, maar niet met de verhoudingen. Tennislerares Jennifer Helder vindt dat haar borsten niet passen bij haar postuur. Ze denkt al een tijdje na over een borstvergroting. Jennifer, je bent een mooie, lange, slanke vrouw. Dan denk ik niet meteen van, goh, ik mis een paar borsten bij jou. Nee, dat denken heel veel mensen inderdaad. Maar het is gewoon zo dat ik irriteer me gewoon eraan. Vroeger helemaal niet. Vroeger was ik heel sportief en met tennis bezig dag en nacht. En interesseerde het me eigenlijk ook niet of ik wat meer of minder had. Maar tegenwoordig ga ik gewoon heel veel uit. En vind ik het gewoon prettig als ik wat meer heb hangen. Zodat mijn truitjes wat leuker zitten, dat ik strapless jurkjes aan kan en dat soort dingen. Ja, de laatste keer had ze een feest waar ze een avondjurk aan moest. En die was heel bloot. En toen zat ze gelijk met het probleem dat ze geen borsten had. Hoe los je dat nu dan op? Als je uitgaat of met truitjes? Nou, ik heb heel assortiment kipfilets, vullingen. Je kan het zo gek niet bedenken. Soms wel driedubbel doe ik ze erin. Om dan gewoon wel wat te krijgen. Als je uitgaat en je hebt een strak shirtje aan en je hebt de kipfiletjes erin, dan ziet het er allemaal nog best wel leuk uit. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld naar het strand wil of gaan zwemmen of naar de sauna, ja, dan valt het in praktijk allemaal een beetje tegen. En dat zit er denk ik het meeste dwars. En wat voor cup heb je nu? Ik hang een beetje tussen de A en de B-cup in. Ja, het is heel raar. Mijn ene borst is wat kleiner dan de ander. Dus eigenlijk de een heb ik een A-cup en van de andere heb ik een B-cup. Dus dat is ook vrij lastig, kan ik je vertellen. Ja, pas je BH is natuurlijk ook niet altijd Nee, makkelijk. Ik zit ook echt te worstelen met de maat BH die ik nodig heb. Nou, ben je een hartstikke gezonde jonge vrouw, sportief. Zie je er dan niet tegenop dat je iets onnatuurlijks in je lichaam laat aanbrengen? Ja, ik heb er nooit zoveel problemen mee dat mensen inderdaad siliconen nemen of botox of wat dan ook. Ik vind als het allemaal vrij normaal is en het niet heel erg opvallend of heel lelijk wordt, dan ja, moet iedereen dat gewoon weten. En ja, wat ik dus wil, dat is ook niet zo heel extreem groot of wat dan ook. Dus ik vind, ja, als iemand daar blij van wordt, dan moeten ze dat vooral doen, vind ik. Ik denk wel dat Jennifer verandert naar aanleiding van deze ingreep. Absoluut niet qua karakter. Maar wel dat ze zich gewoon veel zekerder zal voelen in het uitgaansleven, in haar eigen lijf. En dat gaat ze absoluut uitstralen. In Bilthoven ga ik met Jennifer mee naar een intakegesprek in de Bergman Kliniek. Binnen nu en een half uur weten we of ze in aanmerking komt voor een borstvergroting. Wat kan ik voor je doen? Ik wil heel graag een borstvergroting, dus daarom ben ik eigenlijk hier. En wat is de cupmaat nu? 75A en 75B. Ja, ik heb ze in alle maten. Afhankelijk van de BH die je draagt. Oké, een paar dingen opmeten. 20, 25. Die lijkt ietsje voller. Ja, klopt. Mag je nu je BH aandoen en dan gaan we even met pasprothese. Oké, dit is de kleinere maat. Die doen we aan de kant waar de borst dus groter is. En dan de andere zijde. Dit is een iets groter implantaat. Ik denk dat het uiteindelijke implantaat hier tussenin komt te liggen. Dus net iets groter dan dat en iets kleiner dan dat. Als je even omdraait, dan kan je in de spiegel bekijken en dan kan je... Ja. Is dit ook het maatje wat je een beetje in gedachten had? Ja, dit vind ik een heel mooi maatje. Ik vind het wel heel, heel natuurlijk eigenlijk. Plastisch chirurg Dr. de Bleekoer legt ons uit welke keuze je hebt op het gebied van implantaten. Er zijn verschillende implantaten. Ze zijn beide gevuld met siliconengel. Deze heeft een vormvastere vulling. Daar is de siliconengel gewoon wat stugger, waardoor die ook deze vorm kan behouden. Dit is de traditionele ronde vorm, waarbij ik in jouw geval de voorkeur zou geven. Je hebt in principe gewoon een mooie vorm borst, alleen jij wil dat die groter wordt. En deze hebben nogal de neiging om, zoals je ziet, aan de onderzijde meer vulling te geven dan aan de bovenzijde. En deze geven meer vulling aan alle kanten, aan alle zijden van de borst. Zij sport ontzettend veel. Ze slaat 40 keer per week, 40 uur per week met je rechterarm, denk ik ook. Ja. Hè? Kan dat gewoon? Ja, dat is op zich geen probleem. Alleen niet de eerste 6 weken na de operatie. Met. Maar ook niet even simpel een paar ballen uit de mand slaan? Nee, moet je niet doen. Nee, echt niet. Dat implantaat komt precies tussen je spier en de klier te zitten. En die rust dus eigenlijk op de spier waarmee jij natuurlijk gewoon het grootste gedeelte van de tennisslag zal uitvoeren. Dus dat is niet verstandig. Okay. Maar eerst ga ik samen met Dr. de Bleekoer langs bij Jennifer. Ze wordt zo geopereerd en de spanning is van haar gezicht af te lezen. Zenuwachtig? Ja, heel zenuwachtig. Nu inmiddels wel hoor. Was ik niet, maar
Ja, omdat je toch even zit te wachten tot het zover is, word je wel echt zenuwachtig. Dus, nog vragen over de cupmaat? Nee. Dat hebben we van tevoren natuurlijk allemaal doorgenomen. Dus nee, dat, ik zie het wel. Oké. Sterker. Zie je zo meteen. Oké, doei. In Bilthoven ben ik bij Jennifer als ze om de narcose gaat. En dat gaat heel rustig. Slaap lekker, tot straks. Is borstvergroting nou een van de meest voorkomende cosmetische ingrepen? Nee, ooglipcorrecties. Boven ooglipcorrecties. U maakt u ongeveer een centimeter onder de huidplooi de incisie? Ja, dus omdat ze, ze nu een borstvergroting ondergaat... het implantaat is, wat ik erin ga doen, heeft een grotere diameter... dan de afstand van haar tepel tot haar oude borstplooi. Dat betekent als ik dat implantaat erin ga doen... en ik gebruik de oude borstplooi, dat het implantaat er hoog komt te zitten. Ja, dus het hoogste punt van de prothese moet achter de tepel zitten. Nou, die prothese heeft een grotere diameter dan deze afstand... dus ik moet dan de plooi verlagen. En die valt dan straks weer weg? Ja. Om er zeker van te zijn dat het implantaat niet te groot of te klein is... gebruikt dokter de Blecour een zogenaamde pasprothese. Via een dun slangetje wordt deze gevuld met een steriele oplossing. Hoe weet je nou dat dit niet te groot is? You see what you get. Komt iedereen nou met een reële wens? Niet altijd. Ik stuur ook wel eens mensen weg, hoor. Dat ga ik echt gewoon niet doen. Ook al wil u dat, ga ik gewoon niet doen. Want ik weet zeker dat u daar niet tevreden mee wordt... of dat er problemen gaan ontstaan. Dit is iets groter, hè? Dit is 260, als het goed is. Ja. U doet veel cosmetische operaties in deze kliniek... maar u werkt ook in het buitenland, hè? Ja, klopt. Waar bent u de afgelopen weken geweest? Ik ben net terug uit Rwanda... voor de stichting Interplast. Met kindjes opereren met brandwonden en hazenlippen. Hele andere kosten. Ja, maar allebei dankbaar, hoor. Wat is er voor u dan hier zo dankbaar? De mensen zijn natuurlijk heel erg dankbaar. Het zijn niet beslissingen die gewoon op één dag worden genomen. Het zijn mensen die toch vaak jaren nadenken over dit soort over deze operaties. En uiteindelijk dan de beslissing nemen. En daar dan toch heel blij mee zijn. Jo. Drie kwartier later. Ik ga het resultaat van Jennifer's operatie bekijken. Haar nieuwe borsten. Hoe is het? Ik had het erg verwacht. Wil je nog een hapje? Kan je even weg? Wel gedacht dat ik meer pijn zeg maar nu zou hebben. Ja, van die hele operatie krijg je niks mee natuurlijk. Maar wel gedacht dat als je dan wakker wordt dat je denkt van... oh, het doet heel erg pijn, maar dat is niet zo. Dus valt me echt mee. En niet misselijk? Nee, helemaal niet. Nee. Dus ik kan zo meelopen? Ik kan gewoon... Nou, heb je al gekeken nu? Ja, stiekem een beetje. Is er wat te zien dan ook? Dat, ja. Jeetje. Maar is het maatje wat je gedacht had of verwacht had? Ja, het is een beetje zo. Ik zie nu van die kant. Dus het is een beetje groot voor jou. Het is een beetje opgezet ook allemaal. Maar het ziet er mooi uit. Ja, absoluut. Heel mooi. Vind je ze te groot of te klein? Nee, wel zo groot als ik ze gewild bedacht had. Hallo. Je zit al helemaal klaar voor vertrek. Ik heb een tasje met je voor je, met wat informatie. Verder heb ik een littekencreme voor je, de Scar Retreat. Mm-hmm. Die mag je gaan gebruiken zodra de littekens goed genezen zijn. Dat is een pompje. Kun je een beetje op het litteken en dat masseer je erin. Goed insmeren en dan krijg je hele mooie littekens van me. De operatie van Jennifer is inmiddels 5 weken geleden. Ik heb met haar afgesproken in een wellness resort. Maar voor we elkaar ontmoeten, gaat Jennifer nog even ontspannen in de salonge. Een ruimte waar kleine zoutdeeltjes de lucht ingeblazen worden... waardoor je de luchtwegen diep reinigt. Hoe is het? Ja, heel goed. Ik ben er heel erg blij mee. Ja? Ja, het is echt mooier dan dat ik eigenlijk nog gehoopt had dat het zou worden. En dan wil ik ze meteen zien ook natuurlijk. Ja, precies. Zo zijn ze dus geworden. Ja, natuurlijk. Ja. Ja,
Jennifer is voor mij nog steeds dezelfde Jennifer zoals ik haar ken. Alleen is ze nu een stuk zelfverzekerder en straalt ze dat ook uit. Ze voelt zich gewoon veel happier in haar lichaam. In je gevoel, is dat er nu ook anders? Voel je nu vrouwelijker bijvoorbeeld? Nou ja, ja. Ik vind het mooier. Als ik kleding aan heb, vind ik het sowieso mooier staan. En ik, het voelt wel echt alsof je nu wat hebt, zeg maar. En dat had ik nooit. Alles is de deur uit. Weggegeven. De kleding is wel een beetje veranderd bijna. Want als ze nu een feestje hebt, dan doet ze een cocktailjurkje aan met een laag décolleté. Want het staat nu heel mooi. Nou ja, dat stond wel heel erg mooi. Want dan had ik voor het eerst geen BH aan natuurlijk. Ja. Dus daar was ik wel heel blij mee dat dat gewoon ook een keer leuk stond. Want normaal gesproken was dat niet echt heel erg mooi als ik zoiets aantrok. Het resultaat mag er ook echt zijn. Natuurlijke, volle borsten. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Ja.